mijn naam is Jan Molle. Ik heb 4 kinderen. En mijn grootste hobby is de sport. En met name het handbiken. Through epic handbike journeys around the world, Jan is raising money to help young people with spinal cord injuries participate in sport. For Jan, the experience at the clinics played a crucial role in helping him adjust to his new circumstances. Ja, we waren in een groep geplaatst. Wij gingen in een groep van 5 personen, deden wij al onze oefeningen de hele dag door. Steeds dezelfde oefeningen. En ik had het geluk om met 4 dames geplaatst te worden in een groep. Dus ik had de hele dag damesgezelschap daar. Wielrennen mijn hobby was, heb ik zoiets van, dat wil ik ook. En omdat er ook fietsen zijn die je met je hand kunt doen, had ik zoiets van, dat wil ik en dat zal ik kunnen. Omdat voor mij alleen een rondje om de kerk niet voldoende was. Ik wou gewoon lange afstanden gaan rijden. Geen races, maar gewoon lange afstanden gaan rijden. Ik wou een sportprestatie neer gaan zetten. Om andere gehandicapten en andere mensen te laten zien dat mensen met een handicap dat ook kunnen. Dus dat is ook een beetje de motivatie waarom dat je het gaat doen. Hè. Laten zien van wij kunnen zoveel. En voor volgend jaar is er een rit gepland van Noord naar Zuid-China. Dat is een beetje iets anders dan wat we gedaan hebben. Nou, dat was geweldig. Wij kwamen daar aan met z'n tweetjes. En wij dachten in eerste instantie, er is niemand. Wij komen dan met z'n tweetjes. Maar er waren wel zo'n 1000 mensen die kwamen op een plein bij elkaar. Komt een van die Zwitserse gardes komt naar ons toe. En die vroegen of ik John Molle uit Holland was. En wait a moment, I come back. En dat deed hij ook. Hij kwam ons ophalen en we werden netjes naar de privégesprekken vertrekken van de paus gebracht. En daar hebben we een onderhoud van een kwartier gehad met de paus. En hij sprak er ook zijn bewondering voor uit dat gehandicapte mensen dat toch zo kunnen doen. Want hij ziet natuurlijk in Rome elke dag een hoop pelgrims aankomen, maar mensen in een rolstoel of in een handbike, dat gebeurt niet elke dag. Hè? Pak je leven, probeer je leven op te pakken en leef je leven zoals je dat voordien ook deed, want je kunt zoveel meer als dat je zelf denkt dat je kunt. Zoek een hobby, hoeft niet direct sport te zijn, maar zoek een leuke hobby waar je vertier in hebt, waar jij je prettig bij voelt. En blijf vooral niet stilzitten en denk ik kan niks meer, want je kunt veel meer als dat je samen bent. Ga samen met vrienden, vriendinnen, ga op pad, ga uit, blijf niet binnen zitten, leef je leven.